Maar die hebben een serieuze voorsprong, hè? Ze hebben Pauls gevallen. Ja. Ja. Dat is erop. Ja, die is erop. Kom op, kom op, kom op. Kom op. Basje, kom op, Basje. Kom op, jongen. Kom op, jongen. Hey, een draad. Hey, trek die een draad eens bij. En die mannen kunnen geen foto maken. Kijk eens aan hier zo'n kabel. Trek er aan. Joran, ze zijn daar, hè. Bart Arnouts, Bartje Arnouts, dames en heren. Bartje Arnouts, die heeft 14 seconden achterstand. Dus de twee kopmannen moeten. Dit hier, mannetje. Hier gaat het weer. Bart Arnouts, kan die nog aansluiten bij de kopmannen. Met Niels Albert die nu de leiding heeft en serieus doortrekt. Niels Albert, dat is de man die doortrekt. En hij is hier aan die vergaan natuurlijk. Ja, ze weten ook dat... Ook een heel warm applaus, dames en heren. Aankomst van Rob Peters. Dan hebben we hier Bart Willem Silio de Steenkop. En dat is 3-6-8 plaats voor Bart Peters. Dus 1-6, 2-8, 3-8, 4-8, 5-8. Dankjewel, Sven. Heel proficiat. Het was een wedstrijd om vingers en duimen van af te likken. Jullie hebben elkaar allermeest cadeaus gegeven vandaag. Jij en Niels. Ja, het is gewoon een heel mooie cross. En, het is niet altijd dat je
als je hier komt, dat je echt alles moet geven. Het is de kippen van het moment, die hier keer als je hier die kou in drukt. Ik zou alle mensen willen bedanken die hier vandaag waren. Het was fantastisch te spelen en ik heb echt genoten van deze match. In ieder geval, de wedstrijd was op en af. Soms Niels aan de leiding, soms jij aan de leiding. Ik had de indruk dat misschien een derde renner ermee zou kunnen lopen gaan. Op een bepaald moment kwam Lars van der Haar terug in de kop van de wedstrijd. En daar heb jij dan opnieuw alle registers op gekomen. Ja, je voelde wel dat ik en Niels net iets beter waren dan de jongens die net achter ons kwamen. En op een gegeven moment werd het tactisch spel. Een klein beetje herstellen naar een inspanning en zo kwamen er dan toch een aantal renners terug aansluiten. Maar je voelde wel, als er dan terug gas werd gegeven, dat Lars er terug af moest. Iedereen wist hem, dat voelde wij samen ook, dat het echt ging gebeuren in de laatste ronde. En dan denk je van, zou ik het proberen in die kuil, maar dat is nog heel ver naar de finish. En er komt nog een heel cruciaal punt daarna, waar het echt nog lastig is. Dat was het alles of niks en we moesten alle keer van de fiets. En, we zaten al vier keer door, maar ik kon net iets langer doortrekken aan de finish. Dat is heel mooi. Binnenkomen in de laatste bocht richting aankomst was essentieel.